Nederland. Nederland zit je 21 uur op cel. Als je, als, je, als je niet werkt, zit je gewoon 23 uur op cel. Ja. En toen, ja, toen kwam ik hier naartoe. Toen kwam ik nog op de dodenlijst terecht. Dat was ook nog. Uh... Dus wacht even, dus, dus wow. nadat je hebt vastgezeten. Ja, kom, je, kom je in Nederland en dan hoor je nee. opeens: je staat op de dodenlijst. Ja, man. En dit is voor iets voor wat daarvoor gebeurde toen je nee, nog in die. Nee, dat was in die paar dagen dat ik in Marbella was, man. Dat was een. Uh... Ja, ik wil er niet inhoudelijk op ingaan, maar er ja, was goed. een jeugdvriend, een ja. jeugdvriend, die kwam informatie bij me halen ja. om een bepaalde zaak. Hé hey bro, ik kon het niet geloven, man. Ja. Uh, in ieder geval, dit weet ik nu pas, hè. Ja. Ik heb uh, pas uh, een jaar geleden, heb ik, uh, moest ik drie maanden afmaken van deze straf, dus tien jaar geleden. Uh, moest ik uh, drie maanden nog VI afmaken, ja. wat ze me toen hadden opgelegd. Alleen toen ben ik in hoog beroep gegaan, casatie. Het ja. heeft gewoon tien jaar geduurd. En toen ik vast zat, werd ik ineens gebeld door de recherche van Amsterdam. Dus nu pas, afgelopen, ja. Ja. afgelopen jaar. Van, hé, uh, hey, we hebben berichten uit telefoons hebben we ontsleuteld. En je naam komt erin voor. En ik kreeg in 2015, kreeg ik dus te horen, je staat op dodenlijst. Maar ik wist niet wat. Broer, ik heb vrienden van vroeger gebeld met wie ik... Misschien heb je of ja. ruzie heb gehad van... hé hey bro, is er nog wat, uh, speelt er nog wat tussen ons? Want ik kon niet begrijpen door wie ik op de ja. dodenlijst sta, bro. Ik heb nog nooit wat in mijn leven gedaan. Wat ja. een aanleiding kan zijn tot een dodenlijst of drugs of dit. Of... Maar kijk je dan sinds 2015 dan steeds over je schouders? Broer, ik heb altijd, tuurlijk, ja. altijd nagedacht van... hé, hey, wie, 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 wie zou mij willen vermoorden, man? Ja. Helemaal laap ja. Ik, ik, ik heb nog nooit wat gedaan. Hè? Dat, ja. dat je zegt van: jij ja, verdient dood of drugs ja. of dit. Of iemand bestolen of iets gedaan. Ja. Kijk, de ongeluk heb ik niet gepland, bro. Maar ik heb nooit iets gedaan dat, dat ik denk: van dit heb ik gepland. Ja. Ik verdien een straf daarvoor. Tot dus de dag van vandaag weet je nog steeds niet waarom je bedoelt. Dat... Okay. ik ben nu dus gebeld, voor afgelopen jaar, door de recherche van Amsterdam. Hé, hey, we, uh, we hebben telefoons. Uh, je weet toch, de, ja. die, 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 die telefoons ja, die, die zijn ja. ontsleuteld. En je naam kwam erin voor. En je zou bijna. En kijk hoe Allah. Kijk, kijk hoe groot Allah is. Subhanahu wa ta'ala. Broer. De dag voordat de politie mij uh, kwam oppakken. De dag dat de politie mij kwam oppakken in Spanje. Die ochtend dat ik mijn huis uitkwam. Ja. Die ochtend zou ik geliquideerd worden. Of. Dus besef dat. In mijn hoofd was die hele Spaanse stukje was negatief voor mij. Hey, ik ben gepakt. dit pijn. Dit, 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 zo, deze. Maar Allah heeft het zo gepland. dat ik op dat moment. ...daar niet was. En dat ik zo ben weggenomen. Oh, wow! Dus oh, besef wow. dat, hè. Dus dat vastzitten, wat in mijn hoofd toen echt slecht, wat slecht voor me was... ...en wat, wat zwaar voor me was, was eigenlijk een zegen voor me. Sick. Wow. En broer, de enige waarom ik geliquideerd zou worden is omdat ze... Broer, ik, had, ik ging gewoon met mensen om. Gewoon normaal met mensen om, weet je. Ik had mensen lief. Maakt ja. niet uit wat die mensen deden. Ik ja. had niks te maken met ze. En de enige waarom ik geliquideerd zou worden is omdat ze informatie uit me wilden halen... Uh, in een uitgaansgelegenheid van, hé, hey, ga je nog met hem om? Hé, hey, wanneer komt die persoon? Wanneer ben je met hem? Dat was het. Ja. En dan moest ik als getuige weggeruimd over uh, de link... naar waar ze de informatie vandaan halen, moet ik geliquideerd worden. Dat was de hele... Lijp. En ik heb de hele gesprekken uh, uh, zeg maar van de recherche gewoon opgelezen gekregen. Ja. Dat ik denk van, wauw, brada. Als je die gesprekken leest, gewoon van, ja. Ja, heb je die informatie al? Ja, hij heeft, het net, hij heeft, het net, hij heeft het net gezegd dat hij nog met ze omgaat en dat hij ze binnenkort ziet. Maar uh, nog niet waar of hoe of wat. Oké. Okay. Uh, maar broer, ga, moet ik hem weghalen? Hé, hey, weet je wat? Nee, ga eerst naar zijn huis. Pak die Bentley, pak dit, pak dat. Weet je? En daarna uh, ruim je hem op. Hè? Huh? Ja. Eng, man. Broer, lapen. Eng. Laap. Dat je om... Dat jij gewoon puur in het leven staat. als jij, jij jij gaat met mensen om. Gewoon van jezelf. Je, ja. En dat je om die reden dan. Wauw, man. Ja, man, broer. Wow. Dus dan moet je nagaan hoe ver, hoe ver het ging, man. Maar Allah is, is groot, broer. Ja, Allah sowieso. is groot. Al komt iemand naar je toe met een, met een geladen wapen. En die, die trekt hem door. En die schiet. De wapen blokkeert. Broer, hoe vaak moet het gebeuren dat de wapen blokkeert? Ja. Ik heb het eerder met andere mensen gehoord dat, dat, dat ze bijna geliquideerd werden terwijl de wapen ja. blokkeerden. Broer, Allah is groot, broer. Als ja. je dacht het niet is, is je dacht het niet. Maar je, Een mens je, is niks, broer. Stelt niks voor. Ja. Maar, maar als je sowieso hoort.